dan gaan ze nooit zeggen van, amai, die is geen werk. Die heeft ze zijn werk. Snap je? Dan is dat ook, geef je ook een signaal, ik probeer dat niet te verstoppen. Want ik wil eerlijk met je zijn. Ik wil daar open in zijn. Ik ben zichtbaar. Maar als ze alle fouten maken, dat is oké. Dat is geen probleem. Snap je? De dingen benoemen. Durf ze ook benoemen. Ook als er iets, als een microfoon uitvalt, ik zeg maar iets. Dat kan gebeuren. Technische dingen, dat is altijd een beetje avontuur. Je weet nooit. Hè? Maar, en ook alleen als je echt het gevoel hebt, mensen moeten dat weten. Want dat, is, dat ben ik niet. Anders ben ik dat niet. Mijn beentje wel heel onder controle. Nog maar gezien, staat dat stil. Een heel lichaam in. Dames en heren, dit is ook niet voor mij. Het is gewoon van een zenuw, ik kan er niks aan doen. Ik probeer het onder controle te houden. En je bent vertrokken. Niemand gaat zich storen aan dat been. Als dat natuurlijk niet zo begint te doen. Ademen. Blijven ademen. Dat is een biologisch feit. Als je dat niet doet, loopt het slecht af. Dat is zo. Ik kan niks aan doen, dat is niet meer doen. Mannen en vrouwen spelen maar geen rol. Maar we doen dat zo verkeerd ook. En ik ben nerveus, ik ben backstage aan het wachten op mijn tour. Ik ga heel even zo, manneke. Ik ben gewoon zot. Ik hoor, wat is bijna aan mij? Ik hoor het. Ze zei mij, ja, ik moet op. Hopla, ga op, hè. En we zijn al zo aan het praten ook. Van in het begin, want je hebt het zo backstage op, je hebt zo zitten ballen en zo met iedereen. En ik ging doen. Rustig. Ademen.